De Iraanse bevolking wil geen islamitische republiek. In 2020 hebben mijn collega Amar Maliki en ik in samenwerking met Laudan Bourhoumand geprobeerd de Iraanse religiositeit te meten. Ik hield me daarvoor bezig met thema's zoals politiek secularisme in de vorm van kwalitatief antropologisch en politiek filosofisch onderzoek. Geen cijfers dus. Maar keer op keer zag ik dat onderzoekers van verschillende disciplines en zelfs grote media verwezen naar instituten zoals de World Value Survey, de Pew Research Center en Gallup, die bizarre cijfers produceerden over de Iraanse bevolking. Volgens Pew zou meer dan 80% voor sharia-wetgeving zijn. Volgens Gallup is de huidige president, die bekend staat om zijn rol in de massa-executies van politieke tegenstanders, astronomisch populair. Volgens de World Value Survey, gebaseerd op onderzoek in Iran, dat net als ons onderzoek in 2020 is uitgevoerd, zou 96,6% van de bevolking zich identificeren als moslim. Wat je dus daar ziet. Ons eerste doel was om dit beeld van een religieus en politiek homogene natie stuk te slaan. De hypothese is niet dat de World Value Survey onwetenschappelijk te werk gaat. De hypothese is, en dat lijkt een beetje op wat we net al heel veel hebben gehoord, dat zij onvoldoende rekening houden met het feit dat mensen in Iran bang zijn wanneer bij hen thuis onaangekondigd wordt aangeklopt voor een enquête. Aangezien het internet de afgelopen jaren spectaculair is gegroeid, zagen we een kans om een online enquête anoniem te organiseren, om data te verzamelen van verschillende groepen en die vervolgens te wegen zodat ze zo representatief mogelijk gemaakt kunnen worden. Eerder in 2019 hadden we al een test gedaan en 200.000 mensen zover gekregen om een testenquête in te vullen. Deze test gaf een beeld van het soort data dat we relatief minder hadden verzameld, zoals van voorstanders van het regime, vrouwen en mensen die buiten de grote steden leven. In de enquête van 2020 richtten we ons via social media zoals Instagram en Telegram op diverse kanalen om lastiger te bereiken groepen toch mee te laten doen. In totaal lukte het om 50.000 mensen de vragen te laten beantwoorden, ongeveer 30 vragen. Ook door voorstanders van het regime. Onze assistenten merkten op dat sommige mensen nog steeds bang bleven, ook al was het anoniem en online. Dit is een voorbeeld van een interactie met een assistent op WhatsApp. Kahrizak Nabaramun Haji. Haji, ze sturen ons toch niet naar Kahrizak. Dat wil zeggen naar een beruchte gevangenis. Haha, grapje. Maar ondertussen is het wel menens. Wat was het resultaat na wegen en balanceren van de data? De belangrijkste trend is secularisering. De secularisering geldt niet alleen voor jonge mensen of hoogopgeleide stedelingen. Wij vonden een secularisering die dwars door alle demografische groepen heen gaat. Bijna de helft zei in zijn of haar leven, dus een verandering in een persoon, van religieus naar niet-religieus te zijn gegaan. Az dindari be bidini. Kijken we naar de resultaten over de verplichte sluier, dan is de trend in het voordeel van politiek secularisme nog scherper. Meer dan 70% was het expliciet oneens met de verplichting. En als we kijken naar de verschillende groepen, dan valt hier weer op dat dit een wijdverbreid sentiment is. U heeft het net steeds gehoord. Het is volgens onze data ook echt zo. Het klopt dat jonge mensen, vrouwen, hoogopgeleide en stedelingen het vaakst oneens zijn met de verplichte sluier. Dat klopt, er zijn verschillen. Maar ook ouderen, mannen, mensen op het platteland gaven overweldigend aan het met de theocratische wetgeving oneens te zijn. Er waren ook mensen die aangaven persoonlijk in het dragen van de hijab te geloven
als een religieuze praktijk. Mensen die niet in het dragen van de hijab geloven, waren het natuurlijk oneens met de verplichting. Dat zie je boven, dat is niet zo verbazingwekkend. Maar kijkt u eens naar de onderste balk. Van de mensen die in 2020 aangaven in het dragen van de sluier te geloven, was de helft voor een verplichting. Critici beweerden dat de data te veel neigt naar anti-regime sentimenten. Als dat waar zou zijn, dan zou in realiteit de groep gelovige mensen die de verplichte sluier steunt, nog groter zijn geweest. De vraag is nu, is dit beeld verschoven de afgelopen 2 jaar en vooral sinds de huidige protesten, en hoeveel? We weten dat sommige gelovige vrouwen zich uitgesproken hebben tegen de verplichte hijab en het staatsgeweld. Maar er zullen ongetwijfeld ook velen zijn die juist omdat ze een verandering van regime vrezen, omdat zij de wraak van de bevolking vrezen, zich juist blijven afzetten tegen de seculiere bevolking. En daar is ook antropologisch kwalitatief onderzoek naar gedaan. Nou, u vraagt zich natuurlijk af, is het representatief? Sinds 2020 hebben wij meerdere enquêtes gedaan en verder getest in hoeverre de resultaten representatief zijn. We hebben ook samengewerkt met de mensen van de VPN-app Siphon, die gratis is en veel in Iran wordt gebruikt om geblokkeerde websites zoals YouTube te bezoeken. Dus iedereen gebruikt dat. Heel veel mensen, hè? Bijvoorbeeld een paar maanden geleden heeft Siphon onze laatste surveylink in 3 dagen tijd naar 620.000 mensen verspreid over heel Iran gestuurd. Door data op verschillende manieren te verzamelen zien we inderdaad dat het lukt om voorstanders van het regime, vrouwen en mensen op het platteland ook mee te laten doen. En hier ziet u zo'n test. We hebben data uit Iran zelf over het inkomen van huishoudens. Een huishouden is in Iran meer dan 3 mensen gemiddeld. Vergeleken met onze gewogen resultaten. Op elke schaal, helemaal rechts, daar zie je zogenaamde deciles. Elke schaal is 10%. Onder weighted sample, dus onze gewogen resultaten, ziet u onze resultaten. En dan zie je dat de eerste laag oververtegenwoordigd is met 23%, dus de onderste laag. En dat alle andere cijfers in de buurt van de 10% liggen. Hè. Dus steeds, het moet 10 zijn om representatief te zijn. Je ziet dat de onderste laag iets oververtegenwoordigd is, maar verder lijkt het wel te kloppen. Hè, dat betekent dat mensen uit alle sociale lagen van de samenleving mee hebben gedaan aan deze enquête. Hoe zit het met de etnische diversiteit? We vergeleken onze resultaten met die van Ethnologue, een instituut dat de talen van de wereld onderzoekt. Zij hebben recent onderzoek gedaan in Iran en die in 2021 gepubliceerd. Je ziet hun resultaten helemaal rechts en die van ons in het midden, de weighted sample. En zoals je ziet lijkt het erg op Ethnologue. Zij hadden 63,3% Farsi, wij 63,2%. Zij hadden 13,6 Turks, wij 12,8. Ze hadden 5,8 Koerdisch, wij hadden 5,6. En voor de kleinere groepen wordt het steeds natuurlijk moeilijker. Maar voor de grote groepen zie je dat het wel min of meer klopt. Nou, onze hypothese nogmaals was dat de World Value Survey goed te werk is gegaan en betrouwbaar zou moeten zijn voor politiek niet gevoelige vragen. Maar onbetrouwbaar voor politiek gevoelige vragen. Daarom hebben we in 2022 dezelfde vragen als in de World Value Survey gesteld over het belang van familie, vrienden, werk en religie. En dat is ook echt, de verschillen zijn per land heel groot, moet ik erbij zeggen. Het is niet zo dat elk land zegt, ja, familie is belangrijk, vrienden. Bijvoorbeeld, de resultaten in Nederland zijn echt heel anders dan in Iran. En zoals je ziet, komen de resultaten heel goed overeen. Dus World Value Survey en Gamon. De resultaten lijken heel erg op elkaar. Behalve, als je linksonder kijkt, zie je religie. En daar is er een extreme discrepantie tussen de World Value Survey en onze survey. Ja? En wij denken dat ook omdat de andere testen goed werkten, dat dit niet alleen aan de bias van onze methode ligt, maar in sterkere mate aan het feit dat mensen, wanneer ze ter plekke gevraagd worden of opgebeld worden, niet eerlijk antwoorden in de Iraanse theocratische context. Ten slotte wil ik kwijt dat de Iraanse bevolking niet
alleen in opstand is gekomen tegen de verplichte sluier. Ze willen het hele regime weg hebben. Ze eisen politiek secularisme. De survey van 2022 liet opnieuw zien dat mensen uit alle demografische groepen het oneens zijn met een politiek systeem dat gebaseerd is op religieuze wetgeving. De Iraanse bevolking wil geen islamitische republiek. Dank je wel.